Ja, Matthijs, wat is er met Ajax aan de hand? Ja, wat is er met Ajax aan de hand? Ik denk dat iedereen wel ziet wat er aan de hand is. Het is niet goed genoeg. We spelen 2 wedstrijden, krijgen 10 goals tegen, pakken 1 punt. Ja, ik denk dat iedereen wel weet wat er aan de hand is. Ja, de verdediging lijkt ze lekker te gieten. Ja, nou ja, dat, natuurlijk met 10 tegen goals wordt er snel naar verdediging gekeken. En dat is ook terecht. Wij als verdediging nemen onze verantwoordelijkheid ook voor. Maar ik denk niet dat het alleen naar verdediging ligt. Wat gebeurde er toen Makkely voor de rustsignaal floot? Jullie, er kwamen denk ik een stuk of 7-8 Ajaxiden, die renden keihard op hem af. Nou ja, kijk, wij moeten vandaag naar onszelf kijken. Wij moeten niet naar de scheids kijken. Kijk, wij hebben vandaag vooral de eerste helft denk ik op het randje gespeeld. En Feyenoord ook. En ja, het werd vaker gefloten voor Feyenoord. En dat kan misschien dat de scheids dat vond. En kijk, ik denk dat net voor de rust de spelers het niet terecht vonden dat het scheids deed. Maar ja, dat is niet onze taak. Wij moeten ons focussen op onszelf. En ja, dat is vandaag niet goed geweest. Wat zegt Erik ten Hag dan in de rust? Ja, dat we vooral in het begin goed spelen. Maar daarna gewoon van die... dat we heel makkelijk goals tegen krijgen. En dat echt moet veranderen. En bepaalde dingen moeten verbeteren. Maar wel dat er in de tweede helft nog 45 minuten te spelen zijn. En je 3-2 achter staat. Dus je hebt nog kans. En dan wordt het 4-2. Er stonden 3 Ajax. Die stonden gaan te kijken hoeveel PC die bal erin liep. Ja, klopt. Heb ik goed gezien. Ja, dan moet je nog die wedstrijd uitspelen. Terwijl je eigenlijk al het idee hebt van dat gaat het niet meer worden. Ja, met 4-2 moet je hoofd blijven houden. En dat hebben we ook gehouden. Maar ja, uiteindelijk werd het nog erger. En uiteindelijk is het een afslachting geworden. Ja, een historische nederlaag kan je dit wel noemen, denk ik. Ja, zeker.